Stephanie Klaver en ik ben zowel danseres in de show als choreograaf samen met Steven en Natasja. Met z'n drieën doen we het. Wat ik doe is, ik bedenk het plaatje van nou, ik wil daar een groepje, ik wil daar een feestje, dat moet dicht bij elkaar. Ik bedenk de lijnen en het beeld, want dat wil ik laag, dat wil ik hoog. En Stephanie en Steven die gaan dan alles, de puntjes uitwerken voor de dansers en ik concentreer me dan uiteindelijk op de kandidaat. Nou, ik ben Steven Drachtenstein. Mijn specifieke rol is echt om de danspassen te bedenken voor de dansers zelf en voor de kandidaten. Waarmee begint het voor jou? De muziek. Ja, ik moet een liedje hebben en dan, dan komt er uiteindelijk een soort van idee. En dat overleg ik dan met Stephanie en Steven. Ja. Ik zal, het is heel grappig hoe ik choreografeer, want ik zit op de bank. En dan ga ik alleen maar luisteren. Nee. Ja, soms wel. Echt, het is echt schandalig. Maar ik zit gewoon op de bank, heel relaxed. En zodra dat klaar is, ga ik opstaan. En dan ga ik echt passen verzinnen. Dan film ik het. Okay. Ga ik terugkijken of ik het leuk vind. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat tot het moment dat ik het moet aanleren, ben ik nog het aan het veranderen, hoor. Want ik ben heel kritisch op mezelf. Hoe ziet hun week eruit? Want hoe lang repeteren ze per nummer bijvoorbeeld? De dansers hebben één dag om alles te leren. Dus als we de vier hebben, dan moeten we 's morgens twee, 's middags twee. Dus dan heb je gemiddeld 2 uur per nummer. En als het minder liedjes zijn, dan kunnen we er langer over doen. Dus heel veel dansers kunnen wel heel goed dansen. Maar dansers die ook 5 nummers in 1 dag clean en strak de volgende dag meteen uitvoeren, dat is een ander verhaal. Ik ben wel helemaal kapot na zo'n live show. Omdat voordat we eigenlijk het podium afkomen, is het vaak 12 uur 's nachts. Want we hebben natuurlijk de sing-off. En daar hebben we tot nu toe elke keer ingezeten. Omdat je natuurlijk als je 4 of 5 choreografieën moet doen die avond, dan is een grote kans dat je ook in de sing-off moet. Dus alles is nog een keer extra zwaar daardoor. En voordat je thuis bent is het toch 2, 3 uur en dan ben je toch best wel gesloopt. Kijk jij het altijd terug? Altijd, meteen als ik thuis ben. Heb je uren op die bank gezeten, steeds geen inspiratie. Uiteindelijk heb je inspiratie gevonden, kom je met een te gekke dans. Met die ene dance move die echt fantastisch is, ook heel moeilijk. En die lukt de hele tijd de repetitie niet om strak te krijgen, bam, in de show. Heb je hem strak en dan is het publiek in beeld. Hoe is dat dan? Ja, dat is natuurlijk pijnlijk, jammer. Maar goed, je moet schelden door. Mag. Dus je moet door, dus ik kan er heel lang of kort over zijn. Ja, je moet gewoon door, dus je moet het gewoon accepteren. Want je weet nooit wat voor shots ze nemen. En ja, natuurlijk is het wel eens voorgekomen dat ik thuis dat ik dacht, shit zeg, dat ze dat niet hebben laten zien, zonde. Ja. Maar dan gebruik ik het gewoon weer voor een andere keer, weet je wel, voor iets anders. Of dat is ook wel weer het voordeel ervan eigenlijk.